Tijdens een lange koude periode heb je kans dat er extra condensvorming in de bewaring optreedt. Dit komt doordat de kou door de sandwichpanelen heen komt, waardoor er het bovenste laagje, een klein condenslaagje, kan ontstaan. De partij aardappelen hebben een hogere luchtvochtigheid, waardoor die op dat moment verzadigd is, die lucht. En hierdoor ontstaat er extra condensvorming. De circulatieventilatoren die in de cel hangen, die kunnen geactiveerd worden door ze op het schakelpaneel op aan te zetten. Hierdoor zullen tijdens de koude periode de circulatieventilatoren continu circuleren boven het product. Dan hebben we nog een aantal instellingen om de spiraal van de warmtestap ook te activeren. In veel gevallen kunt u die op de automatisch lage buitentemperatuur zetten met een differentie van 1 graad. Dit betekent dat als het buiten 1 graad kouder is dan de producttemperatuur, dat de warmtestap al geactiveerd wordt en dus de lucht een klein beetje zal opwarmen boven het product. Condensvorming kan op verschillende manieren ontstaan. Een van de oorzaken zijn temperatuurverschillen in de partij aardappelen. Een andere oorzaak is de staalconstructie van een gebouw. Het kan voorkomen dat er een koude brugoverbrenging is van de constructie van binnen naar buiten toe. En hier kan condensvorming ontstaan vanwege de temperatuurverschillen. Een andere oorzaak kan zijn dat de schuur niet of nauwelijks geïsoleerd is. Een goede isolatiewaarde van de schuur is dus heel erg belangrijk. Het milieudiagram bestaat uit 2 assen. Op de ene as staan de temperaturen en op de andere as staat de luchtvochtigheid. Die combinatie die maakt dat er een aantal grammen water per kuub product en per kuub lucht aanwezig is. Het is de kunst om, wanneer je wil ventileren, ervoor te zorgen dat dat aantal grammen water altijd lager is dan het aantal grammen water wat in de cel aangebracht wordt. Dus als er een partij aardappelen ligt op 7 graden met 90% luchtvochtigheid, dan bevat dat op dat moment 7 gram vocht per kuub lucht. Om dus te ventileren met droge lucht moet je ervoor zorgen dat dat aantal grammen op dat moment lager is als 7 gram. Om condensvorming te voorkomen is het belangrijk om na de droogperiode de naventilatietijd in te stellen. De naventilatietijd die bepaalt het percentage van jouw externe ventilatieactie, dus hoeveel er intern nageventileerd mag worden. Hierdoor zijn eventuele temperatuurverschillen die zijn ontstaan tijdens het ventileren, kunnen op die manier weer opgeheven worden. Daarnaast is het ook belangrijk om naarmate het seizoen vordert geregeld intern te ventileren om mogelijke temperatuurverschillen die optreden in de partij weer op te heffen. Dat kunt u doen met de wachttijd voor intern en de interne ventilatietijd na wachttijd. Om ervoor te zorgen dat de temperatuurverschillen in de partij niet te groot worden, is de instelling kanaaltemperatuur ten opzichte van producttemperatuur een van de instellingen. Deze instelling die bepaalt hoe groot het verschil mag worden tussen het kanaal en het product. Bij uien mag die iets hoger staan, dus zou je die bijvoorbeeld op 2,5 kunnen zetten. En bij aardappels zouden we die in veel gevallen op 1,5 of op 2 zetten. Hierdoor zullen de temperatuurschillen niet te groot worden. Om tijdens het drogen te grote temperatuurschillen te voorkomen, kunt u ook de instelling maximum producttemperatuurverschil instellen. Deze instelling die bepaalt wat het maximale verschil tussen de productsensoren mag zijn voordat hij tot extern ventileren mag overgaan. Stel u stelt deze in op 2,5 graad, dan zullen de sensoren nooit verder dan 2,5 graad uit elkaar zijn voordat hij met externe lucht gaat ventileren. Is het verschil wel groter dan 2,5 graad, dan zal de computer eerst intern gaan ventileren om de temperatuur gelijk te maken.